De medicatie is anders. En de vrouw kan met een knopje zelf de toevoer hiervan bedienen. Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem gebruikt een nieuwe vorm van pijnmedicatie tijdens bevallingen. De ruggenprik light. Bij de traditionele ruggenprik verliezen vrouwen tijdelijk de controle over hun onderlichaam. Maar bij de ruggenprik light kunnen ze in beweging blijven. De barende vrouw houdt hierdoor niet alleen meer regie over haar bevalling, maar de bevalling gaat ook sneller. Nou, als vrouwen aan het bewegen blijven, dat bevordert toch de indaling. Een kindje moet van bekken ingang naar bekken uitgang. En dat is echt van wat hoger in het bekken naar de bekkenbodem. En dat is een trechtervorm. Daarbij maakt de kleine wat bochten. En als vrouwen dan meer kunnen bewegen in bed, kun je soms helpen met die bochten laten maken. Dus dat vinden wij echt een groot voordeel van deze manier van verdoven. De ruggenprik light wordt ook via de rug van de vrouw toegediend. Maar de medicatie is anders. En de vrouw kan met een knopje zelf de toevoer hiervan bedienen. Deze vorm van zelfregie wordt door de barende vrouw als prettig ervaren. Ja, we zien in studies dat dat heel belangrijk is. Dat het met name ook zeker iets op de pijnbeleving doet. Dat het natuurlijk een hele andere manier van ervaren is wanneer je zelf kan drukken. Wanneer op principe het moment dat jij er behoefte aan hebt. Dat dat anders is dan wanneer je daarom moet vragen. Ja, daar gaat dan altijd meer tijd overheen. Kersverse moeder Wendy heeft tijdens haar bevalling gekozen voor de ruggenprik light. Na 3 dagen weeën opvangen was haar lichaam helemaal op. De ruggenprik light kwam als een geschenk uit de hemel. Ik voelde een beetje een tintelend en doof gevoel, zeg maar. Alsof je heel lang in een verkeerde houding hebt gelegen, dat idee. Maar ik kon gewoon op mijn benen staan. Ik kon mijn voeten gewoon bewegen. Ik kon gewoon een bezoekje brengen aan het toilet, wat gewoon heel prettig was.